Steeds harder klinkt het geluid om een andere aanpak voor de war on drugs, die grotendeels draait om cocaïne. Vorige week zag ik een glimp van het kat-en-muisspel dat de overheid en smokkelaars spelen. Wij treffen de cocaïne aan tussen partijen schroot. We treffen het aan in gewassen, in kleding. We hebben een partij tweedehands auto's aangetroffen waar de cocaïne in verstopt was. Pakketten die van een schip afgegooid worden en die met een onderwaterscooter opgepikt worden. Het kan zijn dat de cocaïne een soort torpedo's onderaan een schip bevestigd is. En onderzocht ik één van de alternatieven om coke te legaliseren. Want wat is er volgens jou mis met het huidige beleid? Nou, omdat het huidige beleid natuurlijk eigenlijk helemaal gebaseerd is op het verbieden van drugs, zie je dus dat de mensen die het toch willen verkopen, dat zijn over het algemeen best zware criminelen. Als we drugs zo gevaarlijk vinden, waarom laten we de handel dan in handen van gewetenloze criminelen? Ik ontmoette jongerenwerkers Yassine en Shadi die vroeger dealden in Amsterdam-Zuid. Ze vertelden over de verborgen kant van hun wijk die veel wijkbewoners niet kennen. Later merk je van oké, in de drugswereld zijn er ook divisies. Dus dan denk je aan pakjes verkopen, et cetera. Dus dit is een instapmodel. Pakjes met? Met cocaïne en alles wat daarbij hoort. Is meer voor de studenten. Ja, precies. Mm. Dus die wonen eigenlijk ook hier allemaal in de buurt. Alleen iets erachter, misschien op de Maastraat of zo. Maar niet alleen deze wijk heeft een verborgen kant. Op steeds meer plekken in Nederland worden de gevolgen van drugscriminaliteit pijnlijk duidelijk in het dagelijks leven. Het is een doorsnee maandagavond aan de Schammenkamp in Rotterdam. Totdat een oorverdovende knal de rust abrupt verstoort. Er vindt een explosie plaats in een garagebox. Brand grijpt om zich heen en slaat over naar het appartementencomplex erboven. Alle inwoners haasten zich naar buiten. De bewoner boven de garagebox zit op zijn bank wanneer de explosie plaatsvindt. Zijn vloer stort in en hij valt met bank en al de garagebox in. Kort daarna wordt hij naar het ziekenhuis afgevoerd. Brandweerlieden arriveren snel en beginnen met blussen. Maar het duurt uren voor de brand onder controle is. Wanneer de politie het pand kan betreden, vinden ze onder meer vaten zoutzuur, een weegschaal en 3 lichamen. Het lijkt erop dat een jerrycan met aceton de oorzaak is. Bij onderzoek achteraf vindt de politie sporen van cocaïne. Vermoeden is dat het om een illegaal drugslab gaat. Hey, en bij wie gaan we nu langs? Sabino. En wie is zij? Zij is wel een legendarische gebruikster. Kijk, je hebt verschillende soorten priks. En sommige, daar komt hij bijvoorbeeld altijd met 9 euro aan, terwijl je 10 euro aan wilt hebben. En je hebt ook een aantal die gewoon altijd wel geld hebben. Zij is daar één van, dus daarom is zij dan. Ze heeft altijd veel, laat zich een nieuwe gebruiker die nooit aan de crack heeft gezeten. Die kun je bij haar thuis zomaar vinden. Wow. Dan heb je weer een nieuwe klantje die echt helemaal nieuw en vers is. En die heeft dan geld, waardoor zij weer nieuwe heeft. En ze geeft weer die nummertje. En elke keer, kijk, een nieuwe klant die nu drugs wil gaan gebruiken, komt niet naar mij toe op straat en zegt, hey, heb je drugs? Die schaamt zich daar ook voor of is misschien bang. Maar hij kent wel een gebruiker, zoals Sabino. Daar kan hij wel zitten. En Sabino beeld weer een dealertje. En zo doen we hij weer zijn eerste stappen te maken. En dan denken jullie, top kassa. Klant. Dan denk je kassa als jongetje, dan denk je kassa. Ja. Hey, lieverd. Hey, hoe is die kamer? Alles goed, Sabine, hier? Hey, Sabine. Hoewel Yassine niet meer deelt, checkt hij nog steeds af en toe in bij Sabine om te kijken hoe het met haar gaat. Maar zo ziet het eruit, dus. Bizot, joh. Het is goed gelijk met drugs. Ik zeg, heb ik niet, daar zit ik niet meer in. Het ziet er wel heftig uit, een soort donker. Dat is eigenlijk precies waar ik aan denk als ik denk aan een crackhol. Ze wil drugs, ze heeft geld. Ze heeft daar drugs op tafel, ze heeft nog geld. Ze nog 70 euro, wil ze halen. Twee anderen willen hem ook. Heb je daar wat? Ik heb niks. Ze wil meteen drugs leveren. Ze wil gelijk drugs kopen. Ja. Die tijd heb ik nog verkocht, zeg maar. Kom ik uit de woning, kom ik hier. Nou, ik loop in die kant op, voor ik zeg maar bij de einde van de straat ben. Komt er een politieagent in undercover. Met heb je drugs bij, joh. Ging die gelijk fouilleren. Dus je wordt gelijk al aangepakt. Maar, Ik heb nooit de politieagent daar binnen zien van hey Sabine, wat ben je nou bezig? Heb je geen hulp nodig? Dus ze houden de gebruikers in de gaten om de dealers te vinden? Dealers te pakken. Terwijl hier in deze straat, ze heeft heel vaak voor overlast verzorgd. Alle buren klagen bij de woningbouw, maar de woningbouw doet er ook niks aan. Wie wordt er aangepakt? Die kleine jongetjes weer.
En dat maakt ook weer zo tegenstrijdig elke keer. Het is hartstikke normaal om drugs te gebruiken hier. Dus dan ga je ook mensen hebben die drugs verkopen. Snap je? En dat zijn dan toevallig die jongens van de wijk. Het is een hele rare manier van oplossen. Van elke keer weer iemand opnieuw pakken. Statistieken gaan omhoog. We hebben zoveel drugsdealers gepakt. Maar ja, dat gaat blijven gebeuren als je het probleem niet aanpakt. Snap je? Wat betreft de gebruikers van cocaïne, ja, die veroorzaken natuurlijk het probleem. Zonder afnemers, geen aanbod. Dat is natuurlijk logica van de koude grond. Alleen vind ik het ook weer een beetje jammer en makkelijk als overheden alleen maar roepen het is de schuld van de gebruikers en vinden dat daarmee hun taakje er wel op zit. Je moet zowel proberen het gebruik te ontmoedigen als onder ogen zien dat het gebruik er wel gewoon is en dat je daarnaast dus ook gewoon iets zult moeten doen om die enorme partijen cocaïne en dat enorme verdienmodel dwars te zitten op een intelligente manier. Anders dan alleen maar harder straffen en harder ingrijpen. We weten, de war on drugs wordt al decennia gevoerd en het werkt gewoon niet. De problemen zijn er nog steeds. Ze gaan een beetje golfsgewijs, worden ze soms zelfs erger en dan weer iets minder erg. Maar er zijn geen stappen in de juiste richting gezet op de lange termijn. In de absoluut ideale wereld zou je coke legaliseren, waardoor het verdienmodel geheel wegvalt en die organisaties weer op zoek moeten naar iets anders. Bent u vaak somber? Ziet u de wereld saai en bent u niet alert? Heeft u een lage bloeddruk? En zeggen mensen wel eens, jeetje, wat zijn uw pupillen toch klein? Maak nu een afspraak bij uw huisarts voor een recept voor cocaïne. Cocaïne is een middel alleen bestemd voor persoonlijk snuifgebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Kut, stop maar weer. Maar we staan nu helemaal in een apotheeksetting. Ja. Is dit wel de manier om het te legaliseren of reguleren? Nou, ik denk dat dit eigenlijk al kan. Want de grap is, de opiumwet maakt het mogelijk om welke opiummiddelen dan ook, of dat cocaïne is of morfine of andere middelen, op recept te verkrijgen. Maar dan heb je wel een recept nodig van een dokter. En ik zie niet zo heel veel mogelijkheden voor medicinaal gebruik van cocaïne. En stel het is wel helemaal te koop bij een apotheek. Zijn er dan nog gevaren voor de samenleving? Net als bij alle andere drugs zijn er natuurlijk gevaren verbonden aan cocaïne, zeker. En dan hebben we het vooral natuurlijk over de fysieke gevaren. Hè. Als je het vaak gebruikt, krijg je gewoon last van je lichaam, van je neus, van andere zaken. Maar ook de verslavende eigenschappen. En als je dan kijkt naar alcohol of tabak, hoe verslavend is dat in vergelijking met cocaïne? Ik denk dat zeker alcohol waarschijnlijk net zo verslavend is. Alleen omdat alcohol natuurlijk sociaal volstrekt geaccepteerd is in onze samenleving, zie ik dat niet 1, 2, 3 verboden worden. Ook al heeft het heel veel negatieve gevolgen voor zowel het individu als voor de samenleving. Maar als het allebei alcohol en cocaïne ongeveer even schadelijk is en verslavend, waarom pleit je dan voor cocaïne legaliseren? In plaats van alcohol verbieden. Ja, nou ja, of überhaupt cocaïne legaliseren, reguleren. Ja, ik denk dat de belangrijkste gedachte die daarachter zit, is dat er toch een behoorlijk grote groep gebruikers is. We hebben het al een paar keer genoemd, 350.000 mensen gebruikt regelmatig coke. En die zijn nu afhankelijk van illegale dealers. Die illegale dealers verdienen daar enorm veel geld mee en zijn bereid dus heel ver te gaan. En de samenleving ondervindt daar heel veel last van. Vooral van de activiteiten van de criminelen. Dat kan zijn liquidaties waarbij ook onschuldigen worden geraakt. De moord op Peter R. de Vries. De moord op advocaat Dirk Wiersen. De moord op de broer van de kroongetuige die verklaring had afgelegd tegen Ridwan Taghi en zijn medeverdachte. De moord op misdaadblogger Martin Kok. Dat zijn afschuwelijke voorbeelden van narcoterreur die wij niet gewend waren in Nederland, maar waar we de afgelopen jaren wel mee te kampen hebben gehad. En, want nu is het verhaal van heel veel politici van het is jouw schuld dat al die ellende wordt veroorzaakt door criminelen. Hè, als jij niet snuift, gaan zij dat niet doen. En als je die mensen een alternatief zou bieden in de vorm van legaal geproduceerde cocaïne, die ze op zich op een veilige manier kunnen kopen, dan denk ik dat dat maatschappelijk gezien veel minder schade oplevert aan het eind van de dag. Alleen, dan heb je als politicus, vind ik, wel een sterker verhaal. Want nu zeg je tegen ze, jullie houden een crimineel systeem in stand. Dus, je zou geen cocaïne moeten gebruiken. En straks, als je een alternatief biedt aan die gebruikers, dan kan je zeggen, je hebt een keuze. Of je houdt een crimineel systeem in stand,
Of je kiest voor de legaal geproduceerde cocaïne, waarmee je dus geen schade berokkent, veroorzaakt. En als je dan in de problemen komt, hebben we ook nog eens een keer zicht op die groep gebruikers. Dus die kunnen we sneller en beter helpen. Ja, weet je, wat ik heel veel hoor is dat tegenstanders van legalisering en dan ook dus regulering, die zijn bang dat als we het gaan vrijgeven, of vrijgeven, als we het gaan legaliseren, dat dan heel veel meer mensen drugs gaan gebruiken. Maar ik denk dat het wel meevalt, want volgens mij de mensen die het nu willen, die komen er binnen 5 minuten aan. En misschien dat als het gelegaliseerd zou zijn, dat iemand het af en toe een keer gaat proberen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie met cannabis, als dit waar zou zijn wat die tegenstanders zeggen, dan zou heel Nederland inmiddels aan de wiet moeten zitten. Maar dat is niet zo. En dan is er nog een ander, steeds groter en allesomvattender probleem dat de war on drugs ook met zich meebrengt. Ondermijning is een heel breed begrip en als je het 5 ambtenaren of bestuurders vraagt, dan krijg je 3 verschillende definities, denk ik. Maar grofweg kun je zeggen dat ondermijning is hoe de georganiseerde misdaad zich invreet in de gewone maatschappij. Ondermijning kan zich op allerlei plekken afspelen, bijvoorbeeld in de grote zeehaven van Rotterdam, maar ook in een buurt waar explosies zijn, omdat daar een drugsconflict wordt uitgevochten, bijvoorbeeld. Het kan zijn in een winkelstraat waar bijvoorbeeld koffietentjes door criminelen worden uitgekozen om te hangen, om als de hoofdkwartier te gebruiken. Ondermijning is natuurlijk ook daar waar criminelen investeren in bijvoorbeeld bepaalde feesten of clubs of sportverenigingen. Hoe groot ondermijning in Nederland is een vraag die eigenlijk bijna niet is te beantwoorden. Wat je wel ziet, wat ik in mijn werk als misdaadverslaggever zie, is dat het echt die drugscriminaliteit een veelkoppig monster is dat op allerlei verschillende plekken de kop opsteekt. 160 medewerkers van de politie, opsporingsdiensten en douane starten een grootschalige invalsactie. Ze laten drugshonden los tussen containers in de haven en bij verschillende woningen. Dankzij de aanwijzingen van een undercover agent die zich voordeed als drugscrimineel, weet het invalteam bij een bedrijf in de haven 100 kilo coke en een aanzienlijke som geld te vinden. De driekoppige directie van het bedrijf misbruikte hun positie en werkte nauw samen met drugskartels om cocaïne in te voeren. Ze worden afgevoerd naar het politiebureau en wachten hun straf af. De consequenties zijn groot, want het bedrijf wordt een jaar gesloten voor onderzoek. Hierdoor zitten alle werknemers plots zonder werk. Niet veel later wordt het bedrijf failliet verklaard. Het gevaar van ondermijning is dat er tussen zwart en wit allerlei grijstinten terechtkomen. Dat gewone mensen betrokken raken, ongewild of gewild, bij bijvoorbeeld drugscriminaliteit. Dus het zit op allerlei verschillende manieren. Zit het in de gewone wijken, gewone gebieden. En hebben mensen er ineens heel veel last van, terwijl ze niet van plan waren geweest om zich in de criminaliteit te mengen. En wanneer de 20e valt, huurtoeslag krijgt, een zorgtoeslag, dan kun je op 7 uur 's ochtends hier 10-20 gebruikers tegenkomen. Dus als het 20e van de maand is, dan gaat iedereen hier geld pinnen? Gaan al die gebruikers geld pinnen. En als jij dan de eerste dealer bent, ja, dan heb je ze allemaal al gelijk binnen. Serieus? Maar echt vanaf 7 uur 's ochtends, als het pinautomaat opent, staat er een hele rij? Ja, eerst was het gemaakt, kon ze gewoon duur in de nacht bellen, maar sinds je niet meer in de nacht kan pinnen, 7 uur 's ochtends, elke 20e. Vanaf 7 uur, 8 uur. En er spelen dealers natuurlijk op in. Dat is gewoon business. Spelen, ja, tuurlijk. En dan heb je gewoon je vaste klant die je bellen. En dan heb je nog deze gewoon die je zelf kan oprapen. Nee, gewoon zelf zo. En dan komen jullie zo op die mensen in de rij af? Heb je wat nodig? Ja, hoeveel? En dan zien ze dat. Hé, hij is er al. Dan willen ze zelf ook weer een eigen dealer mee bellen. Dan denken ze, weet je wat? Want ze willen gewoon gebruiken. Gewoon zo snel mogelijk? Zo snel mogelijk. En pinnen ze dan alles in één keer op? Of ze pakken gelijk 100 euro, 200 euro. En ze pakken je nummer en bellen ze je later in de nacht terug. In de avond weer terug, in de middag zelfs. Of ze pakken gelijk alles. Verschilt. En had je ook andere klanten naast de extreem verslaafden? Nee, ik focus me echt op de crackgebruikers en heroïnegebruikers, omdat ze het elke dag nodig hadden en elke dag bellen. Dus mijn focus is op hun gericht. En jij? Wat voor mensen waren jouw klanten? Dat zijn advocaten, mensen op de Zuidas, mensen van de grachtengordel. Oh ja, de snuifas natuurlijk. Ja, precies. Ja. Mensen waarmee het nog eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat. En wat heeft het jou gekost? Ja, ik was enorm egoïstisch. Ik was ongeduldig. Ik was roekeloos. Ik had een laag zelfbeeld. Het heeft me vaker mijn woning gekost.
heeft me vaak contact met mijn familie gekost. Opleidingen heeft het me gekost, werk heeft het me gekost. Als ik werk, weer had tijdelijk. Alles wat je opbouwt, dat verlies je elke keer. Hoe lang heb je in totaal vastgezeten? In totaal 7 keer. Een straf van 3 tot 9 maanden, maximaal. En maakt jouw verleden het voor jou lastig om stappen vooruit te zetten? Ja, ik wou me aanmelden voor opleiding social work. Ja, je wordt niet aangenomen, geen VOG. Dat was weer een ding. Dus je wilt gaan werken, maar je hebt geen werkervaring. Je hebt ook een strafblad, dus je komt ook niet bepaalde banen, kom je ook weer niet terecht. Hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen? Ja, neem ik jullie mee naar mijn laatste detentie, 2019. Zat ik hier nog gewaard. Een oude gevangene die ik ken van 2 jaar geleden, die zat daar nog steeds. En die zei tegen me, wat kom jij nou hier weer lucht? Leuk, dood, lukt. Terug na 2 jaar. En toen besefte ik, hij is niet eens weg geweest en ik wel. Toen ben ik anders gaan kijken naar de gevangenis. Toen kwam ik erachter, dit is gewoon ja, volwassen mannen die zich als onhandelbare kinderen gedragen. Toen dacht ik, dit wil ik eigenlijk niet meer. Toen kreeg ik de mogelijkheid om een cursus te volgen, kiezen voor verandering. In plaats van dat ze boos werden, waren ze ja, relaxed en kalm. Gingen ze gesprek met me aan. En dat raakte me. Toen dacht ik van, het kan eigenlijk ook wel anders. Toen ben ik hier terechtgekomen als jongerenwerker in Zuid. En daarna ben ik me gaan focussen op het spreken. Geen slachtofferrol meer, geen excuus. Naar niemand meer de vinger wijzen. Als ik iets wil opbouwen, dan moet ik het gewoon opbouwen. En zo doe ik mezelf eruit gered. Mis je nog wel eens iets uit je verleden? Helemaal niks. Nee? Nee. Ja, ik mis mijn tijd die verloren is gegaan, dat mis ik maar. Ik mis er niks. Als oplossing van het geweld en problemen klinkt steeds vaker coke legaliseren. Maar is dat wel mogelijk in Nederland? Als je cocaïne zou willen legaliseren, dan zou je dat wereldwijd moeten doen. Dan zou je dat in samenwerking moeten doen met Colombia en Bolivia bijvoorbeeld, waar het gemaakt wordt. Dan zou je moeten samenwerken met Frankrijk, Duitsland, landen om ons heen. En in al die landen is het tot nu toe geen houding waarin ik denk dat je er vertrouwen in kunt hebben dat je de komende 10 jaar daar wat voor stap dan ook zet. Maar enkel en alleen in Nederland bijvoorbeeld. In Amsterdam gaan geluiden op voor gecontroleerde legalisering van cocaïne. In Rotterdam is de sfeer totaal anders. Daar is dat helemaal niet een punt dat serieus wordt besproken. Dus we zijn er zelfs binnen ons kleine landje in de Randstad niet uit. Nu bij Koffieshop de Stuiversnuiver. Cocaïne voor €50 per gram. Voordat je thuis aan de lijn gaat, moeten je wel eerst wat informatie geven over je aankoop. Ons voordeel ten opzichte van straatkook, beter voor boer en klant. Ben jij nog onder de 18? Blijf dan maar even poedersuiker snuiven, want bij ons kom je er niet in. Nu te koop, kook in een kook. Kut. Dit begint wel ergens op te lijken. Ja? Ja, is dit koffieshop scenario een beetje realistisch? Ja, ik vind het in ieder geval realistischer dan het helemaal vrijgeven, wat er in de supermarkt of gebeurde, of alleen maar op recept, zoals in de apotheek. Ik denk dat de coffeeshop een goed model is voor als je het op een bepaalde manier zou willen vormgeven. En als je het hier zou kopen, wat voor regels heb je nou allemaal nodig voordat je het kan kopen? Je zou kunnen beginnen met de regels die ook al gelden voor de coffeeshop. Je mag bijvoorbeeld onder de 18 mag je geen coffeeshop binnen. Je mag ook niet verkopen aan mensen onder de 18. Een coffeeshop heeft een beperkte hoeveelheid in huis. Daar zou je dan over na kunnen denken. Een coffeeshop mag niet reclame maken voor de spullen die ze verkopen. Wat je eventueel zou kunnen doen omdat je het legaal verkoopt, is dat je een deel van het geld, bijvoorbeeld €5 per verkochte gram coke, weer steekt in preventie en voorlichting. En als jij het hebt over preventie, bedoel je dan meer dat je het goed gebruikt en om verslavingen te voorkomen? Of bedoel je überhaupt, gebruik het eigenlijk niet? Nou, uiteindelijk is natuurlijk het uitgangspunt, drugs gebruiken is geen verstandige keuze. Maar als je het gebruikt, gebruik het zo verstandig mogelijk. Dat noemen we met een best wel chic woord harm reduction, namelijk het beperken van de schade. En dat kun je bijvoorbeeld doen door mensen van goed te adviseren over hoe ze wel of niet moeten gebruiken, wanneer ze moeten gebruiken, hoeveel ze moeten gebruiken en wanneer ze vooral niet moeten gebruiken. En daarnaast, als je mensen hebt die regelmatig bij jou over de vloer komen in de shop, dan heb je op een gegeven moment zicht op mensen. Komt iemand nou elke dag en zegt, nou, kom weer 5 gram halen, dan op een gegeven moment moet je als eigenaar ook je verantwoordelijkheid gaan nemen en zeggen, misschien moet jij
niet 5 gram nemen, maar hier heb je telefoon van een verslavingszorginstelling en ga eens met die mensen praten. Dat je dus ook mensen kunt waarschuwen voor de negatieve effecten ervan, maar dat je het eigenlijk een beetje uit die hele illegale setting haalt. Want ik denk uiteindelijk dat dat maatschappelijk meer voordelen biedt dan doorgaan zoals we het nu doen. Oké, dus samenvattend is het coffeeshop scenario het meest realistisch, omdat je toezicht hebt op wie het koopt, dat het product goed is, wie het maakt. Het zorgt niet voor meer verslavingen. En we kennen dit natuurlijk al van de coffeeshop, van wiet, dat het werkt. Ja, en daarnaast, wat denk ik ook wel belangrijk is om te beseffen, en die hele discussie vergeten we dat wel eens. Er zijn gewoon heel veel mensen die drugs gebruiken om een bepaalde reden. Niet omdat ze daaraan verslaafd zijn, maar omdat ze het gewoon een prettig gevoel ervaren en omdat ze het fijn vinden. En dat wil niet zeggen dat iedereen dan maar drugs moet gebruiken. Maar ik denk wel dat het voordeel zou kunnen zijn dat als je het aanbiedt in een veilige setting, zoals je zegt, dan creëer je dus wel betere omstandigheden waarbij je die mensen ook gewoon serieus neemt. In plaats van ze elke keer maar weer te bestempelen als een soort halve criminelen. Cocaïne, wat moeten we er nou mee? Dit is een dilemma waar we op alle fronten aan moeten werken. Legaliseren is bij coke helaas nog te ingewikkeld. Dat kunnen we als Nederland niet alleen. We kunnen wel investeren in betere kansen voor jongeren, zodat ze nee zeggen tegen drugscriminelen. Gebruikers bewuster maken van de gevolgen van hun lijntje. En andere strategieën bedenken om drugskartels te raken, in plaats van zoveel tijd en geld te steken in een eindeloos kat-en-muisspel. Maar laten we vooral het gesprek blijven voeren over drugsgebruik in onze samenleving. Want de grootste groep gebruikers doet het voor plezier en met mate. Reken dat eens wat meer mee in het beleid. Want zelfs de officier van justitie moet toegeven dat coke de wereld uit helpen te hoog gegrepen is. Stel, u wordt wakker met 50 miljoen op uw bedrijfsrekening. En u kunt al die systemen inzetten en op preventie en op corruptie. Is het probleem dan helemaal opgelost? Nee, kijk, ik heb niet de illusie dat we het probleem kunnen oplossen. Ik denk wel met die 50 miljoen dat het ons echt zou helpen om nog beter te handhaven, om die haven nog veiliger te maken, weerbaarder te maken, beter te bewaken, meer controles. Hè. Dus dat gaat allemaal helpen om tot ons doel te komen. Hebben we daarmee de cocaïne de wereld uit? Dat denk ik niet.